Wij zijn de schrik van de snelweg. De vrees van de A2. Oh, oh. Zo. Klaar. Weg ermee. Wat doe je nou, joh? Ja, ik heb hem uit, dus gooi hem weg. Dat is toch geen rotzooi? Oh, jawel. Als je ziet wat voor troep er deze week weer in staat. Ik snap eigenlijk niet dat ik het blad nog koop. Dat is papier. Dat kennen ze nog een keer gebruiken. Oh nee, zo'n smerig roddelblaadje, dat ken echt niet meer. Papier kennen ze wel 8 keer recyclen. Oh ja, joh? Ja. 8 keer? Ja, joh. Weet jij veel wat dat papier allemaal al eens een keer is geweest? Hè? Misschien wel een mooie poster of een proefwerk met een 9,5 erop. Of een reclamefolder of een verhuisdoos. Dat papier, dat heeft meer van de wereld gezien dan wij, hoor. Misschien heb jij het al een keer in je handen gehad. Als liefdesbrief of cadeaupapier. Verrek, zou zomaar kunnen. Jij zou toch ook blij zijn als je na dit leven nog 8 keer terug mocht komen? Oh, ja, joh, kan er geen genoeg van krijgen. Nou, dat papier dat wil ook graag nog een keer een servetje worden of een kindertekening. Maar zo maak jij die droom onmogelijk. Wat als ik het nou weggooi, dan wordt dit papier nooit meer wat anders. Dan eindigt het als een roddelblaadje. Nou? Sorry. Respect. Alsjeblieft. Hoe moet ik hiermee? Zelf gemaakt. Om afval te scheiden. Plastic bij plastic, fruitschillen bij biologisch afval, papier bij papier. Nou, het is niet veel, hè? Maar alle beetjes helpen. Dag, papier. Dankjewel voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Maak wat van je volgende leven. En wie weet, tot ziens. Wat doe je nou, joh? Ik gooi mijn zakdoekje weg. Oké, scheiden. Ja. Zakdoekje bij oud papier, snotje bij biologisch afval. Doen! Ja!